Hey, what's up internet en welkom bij Cross Insider, waar we het vandaag gaan hebben over een Belgische motocrosslegende, René Baeten. Wie? René Baeten, een diamantslijper uit de Kempen die uiteindelijk zou uitgroeien tot de allereerste Belgische wereldkampioen motocross. Jawel, voornaam als Joël Robert en Stefan Evers was het René Baeten die ons kleine landje voor het eerst trakteerde op een wereldtitel motocross. Maar laat ons vooral beginnen in het begin en dat is vlak na de Tweede Wereldoorlog. Of het soldaten waren die met de motoren door de Vlaamse velden scheuren of niet die de inspiratie vormden voor Baeten, dat laat ik nog even in het midden. Maar feit is wel dat vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1949 Baeten zijn motocrosscarrière begon bij de liefhebbers. En al snel werd duidelijk dat een toen 20-jarige Baeten talent had. Het duurde dan ook niet lang voor in 1951 de naam René Baeten voor het eerst op de startlijst van het Europees kampioenschap verscheen. Op internationaal gebied was het voornamelijk Victor Leloup die langs Belgische zijde de plak zwaaide en in 1952 België ook op zijn allereerste internationale motocross succes ooit trakteerde door het veroveren van de Europese titel. Een lijn die ook in 1953 en 1954 werd doorgetrokken, ditmaal met de Belg August Michels. Ja, België deed het dus heel goed op internationaal gebied, maar een titel voor René Baeten? Nee, die bleef nog even uit. Het is ook pas in 1955 dat René Baeten zijn erkend talent eindelijk weet te verzilveren. In eigen land verovert hij zijn allereerste nationale motocross-titel en vanaf toen was de trein helemaal vertrokken. In 1956 sputtert de motor nog even tegen, maar ook in 1957 knoopt hij aan het stuur van een Belgische FN-machine opnieuw aan met de nationale titel. En ook op internationaal gebied ging het Baeten opnieuw voor de wind. In 1957 werd er voor het eerst gesproken van een WK in de plaats van een Europees kampioenschap motocross en ook daar scoorde hij hoog. Enkel de Zweed Bill Nilsson moest hij laten voorgaan, waardoor Nilsson en niet Baeten uiteindelijk de geschiedenisboeken zou ingaan als de allereerste wereldkampioen motocross ooit. Het is ook pas in 1958 dat Baeten de rollen weet om te keren en zijn allereerste wereldtitel motocross ooit weet te veroveren. Hij is dan misschien niet de allereerste wereldkampioen ooit, maar nog altijd de allereerste Belgische wereldkampioen ooit. En ook dat zou later blijken een straffe prestatie te zijn. Ook deed Baeten dat jaar nog een nationale titel bij, wat hem uiteindelijk ook de prijs voor sportinspanning, sportman van het jaar en de nationale trofee voor sportverdiensten opleverde. Ja, waar blijft die erkenning nu? Helaas voor Baeten was het feest maar van korte duur. Donkere wolken pakten zich samen boven de bedrijfsgebouwen van FN. En terwijl Baeten zijn allereerste wereldtitel vierde, besloot het Belgische merk zich terug te trekken uit de motorsport. Als wereldkampioen verloor René Baeten zijn zitje en moest hij zelfs in 1959 met een privé AES-motor aan de start van het WK verschijnen. Dat jaar verloor Baeten zijn titel, maar liet in eigen land met een nieuwe nationale titel nog altijd zijn kunnen blijken. In 1960 kwam uiteindelijk opnieuw de verlossing voor Baeten toen het Britse Matchless, een merk waarmee hij eerder ook in 1955 al een nationale titel wist te veroveren, hem opnieuw een plekje binnen een team aanbood. Helaas was ook ditmaal de vreugde slechts van korte duur. Op 5 juni 1960, 5 dagen voor de 33e verjaardag van René Baeten, kwam hij tijdens een wedstrijd in Stekenen in de laatste ronde ten val. Ondanks alle hulp van doktoren overleed Baeten uiteindelijk aan zijn verwondingen. Die dag liet hij 2 dochters en een hoogzwangere vrouw, die op de dag van zijn begrafenis beviel van hun zoontje, achter. De zoon die hij uiteindelijk nooit gekend zou hebben, krijgt uiteindelijk de naam René Baeten. En zo blijft de geschiedenis van deze Belgische motocrossheld levend. En helaas was dit het einde van een veel te kort verhaal. Sinds 2019 is er in de sporthal van Vorselaar een gedenkplaat aan deze Belgische sportheld die als enigste Belg ooit met een Belgisch merk de wereldtitel motocross wist te veroveren. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.